Dit is de AB-quiz, waarbij het antwoord altijd A of B is. Bezoekers van de AB-fabriek stel ik vragen in verschillende categorieën, namelijk algemeen, Tilburg en natuurlijk AB-fabriek. Hebben ze alle drie de vragen goed, dan mogen ze slinger aan mijn rad geven. En wie weet maken ze wel kans op mooie prijzen. En de jackpot van deze week is jezelf 3 maanden lang helemaal uit je naad zweten bij Jets met een slachtoffer naar keuze. Laten we maar snel op zoek gaan naar wat geschikte kandidaten. U had zomaar mijn assistent kunnen zijn. Ja, zeker. Hè? Mooie kleur samen. Ja. Nou, dat ziet eruit als een gezellig weekend. Wat brengt u vandaag in de AB-fabriek? Nou, ik moest cadeautjes kopen voor mijn kleinkinderen in Zweden. Maar die krijgen niks? Oh. Fortnite-kaarten. Fortnite-kaarten? Nou, we zijn op zoek naar een boxspring. Dat is voor mijn zoon. Die gaat op zijn eigen? Nee, joh, die woont te lang op zijn eigen. Had alleen nog geen matras? Ja, we zijn aan het overhuizen vandaag, dus voor ons pa moet ik bier halen. Het eerste wat je haalt bij een verhuizing is een krat pils natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat u vanmiddag met een boxspring naar huis gaat, maar misschien ook nog met iets extra's. Want u zit namelijk in de AB-quiz waarbij het antwoord altijd A of B is. Ik heb vragen in 3 categorieën, waarvan eentje algemeen, eentje uit Tilburg en eentje over de AB-fabriek. Heeft u de vragen goed, dan mag u een spin aan het rad geven. Nou, dat is mooi. Kom maar op met je vragen. Ja, kom maar op met de vragen. En de eerste vraag is, waaruit bestond de eerste confetti? Is dat A, kapotgeknipte slingers, B, stukjes blad en gras, of C, verscheurde blauwe brieven van de Belastingdienst? Wacht, was A, B, C, toch? Nee, A, B. Het antwoord is altijd A of B, zeg je? Ja. Maar je hebt 3 keuzes? Ja. Denk B. Stukjes blad en gras. Nee, ik gok B. Stukjes blad en gras. Nee, ik denk het niet. Nou, dan zeg ik A. Oké. Okay. A. Kapot geknipte slingers. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. A, doe maar. A. En het juiste antwoord is antwoord A. A is het juiste antwoord. Nee! A? Dat klopt. Je kan je wel even neerzetten. Jij moet ze even allebei dragen, vind ik. Ja, nee, dat niet. Voor het shot. Gaan we door naar de volgende. Ja? Uit de categorie Tilburg. Komt u eigenlijk uit Tilburg? Jazeker. Geboren en getogen? Geboren en getogen, ja. Dan zult u die misschien wel weten, want welk Tilburgs kunstwerk is al een tijdje stuk? Is dat A, de Loveboat, B, de Mouwmuur of C, het Draaiend Huis? Draaiend Huis. Ja? Is die al een tijdje kapot? Ja. Hoe weet ik dat zo zeker? Dat ik er wel eens langs kom en dan denk ik, onding. Komt u weer aan met zijn 3 vragen? Volgens mij is het Draaiend Huis gerepareerd, zover ik weet. De Loveboat is er niet meer. Nou, ik ga voor B. Ik weet ook niet, C. C? A. A. Lekker nonchi. A. En het juiste antwoord is antwoord A. De Loveboat, die hebben ze uit het water moeten halen, want zijn ledverlichting die kan niet goed tegen water. A. Oh. Hij is er inderdaad niet meer, omdat hij kapot is. A. Yeah! Hebben al 2 goed, hè? Moet niet allemaal verkeerde antwoorden toelopen fluisteren vanaf die kant. Nou, de laatste vraag. Bij de entree van de AB-fabriek ligt een bijzondere collectie spullen. Dat zijn allemaal spullen uit de oude AB-fabriek. Wat ligt er niet in die vitrinekasten? Is dat A, een schoolrapport van de lagere textielschool? Is dat B, een haaknaald van koningin Wilhelmina? Of is dat C, een paar brandweerlaarzen? B. B? Nou, ik denk B. Een haaknaald van koningin Wilhelmina. Die ligt er niet. B doen we een keer. B doen we een keer. Nou, vullen we B in. En het juiste antwoord is antwoord B. Yay! Yay! B. Yay! Het juiste antwoord is antwoord A. Oh. B. Yay! Wat? Ben jij quizmaster of waar ben je dan? Ja, maar iemand heeft mijn kaarsje lopen saboteren. Toch nog eentje goed? Ja.
En wat betekent dat? Dat u van ons krijgt een troostprijs. Een hele mooie troostprijs voor u. Het zou wel kunnen met mij. Ik heb een troostprijs van de keer, oh. Niemand anders. Oh, nee, je moet er even de lucht in steken. Oh, oké. Okay. Yay! Yeah. Twee van de drie vragen goed. Dat betekent dat u helaas niet aan het rad mag draaien. Maar speciaal voor u heb ik wel... Nou, geweldig. Een hele mooie troostprijs. Yay! En het juiste antwoord is antwoord C. Is dat wel? Maar toch? Nee, tuurlijk niet, want het is de AB-quiz waarbij het antwoord altijd A of B is. En dit keer was het juiste antwoord antwoord B. En dat betekent dat jij aan het rad mag gaan draaien. Een cadeau van de Perisport. Ah, dit is die kapotte. Yeah! Dit is echt veel rotzooi, hè? Ruim jij nou op? 50 euro bij de Perisport. En wat denk je ervan te gaan halen? Een mooie sportbroek. Een mooie sportbroek. Ja. Proficiat bij deze. En ja, oh, tot ziens in de AB-fabriek, hè? Ja, dankjewel. Okay. Ja, zo zie je maar weer. Ben je aan het winkelen in de B-fabriek, ga je ineens met mooie prijzen naar huis. Ja, of je geeft ze terug. Hè? Dat kan ook. Maar in ieder geval, vanuit de AB, hallé!